Beste kijkers, op 20 januari de AEX te boeken in met een slotstand van 6,59,30. En u ziet meteen op de realtime dagkaart dat betekent dat de rode streep en weerstand, vermeende weerstand, op 6,57 is weggeslagen. Samen met een opkrullende RSI en de swingteller een tandje hoger naar plus 3, betekent het dat de bulls het initiatief hebben genomen om de uptrend toch nog een vervolg te geven. Betekent dat de correctie waar ik al enige dagen op loer, dat die helemaal niet komt? Jawel, alleen vanaf een hoger niveau. Er is in ieder geval nu wat ruimte gecreëerd door het wegslaan van die rode streep. Dat kan verkeren dat de bulls daardoor nu wat extra ruimte hebben tot misschien wel 660, 670, misschien zelfs 680. De onderkant van het speelveld, daar wijzigt niets. Nog steeds de stippenlijn op 6,47. En ik heb in mijn commentaren ook gemeld dat niet eerder dan bij onder 6,47, dan krijgen de beren echt poot aan de grond. Dan mogen we vervoeglijk gaan aannemen dat een correctie echt van start gaat. Soms is het wachten, en dat hebben we een paar dagen gedaan, op een duidelijk signaal. En is het scenario aangepast. Anders gezegd, het verwachte correctiescenario, dat gaat even de ijskast in. We gaan eerst eens kijken of de bulls in staat zijn om er nog wat witte streepjes bij te plaatsen. De RSI mag boven de OB-lijn uitkomen. En samen met de verkrapping blijft het nog steeds een spannende en interessante strijd boven in het speelveld. Hoe het ook zij, de bulls hebben hun visitekaartje afgegeven en met deze voortgang mogen we ervan uitgaan dat er toch nog weer wat witte kenneltjes en een positief doortellende swingteller, dat die worden geplaatst. De DAX, vandaag ook een leuk plusje genoteerd, 0,7,8%, alleen hier zien we nog niet zo echt veel trendmatigheid terugkeren. Hier nog niet echt een overtuigende impuls vanuit het bullenkamp. Wel een kleine witte candle, maar voor de rest ziet het er allemaal redelijk vlak uit. Dus hier hou ik nog wel even vast aan die trading range configuratie met duidelijke koersvorming tussen groen en rood. Ook hier de verkrapping van de RSI banden, dus wat dat betreft wel een vergelijkbaar beeld met de AEX. Kortom, de DAX rustig aan. De AEX-bulls die hebben te kennen gegeven door te willen stomen. En we gaan eens kijken of dat morgen een vervolg kan krijgen.